met kennis van gedrag beleid maken. Een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Wat is de relevantie van wetenschappelijke kennis over het menselijk gedrag voor overheidsbeleid? De WRR is gevraagd om hierover advies uit te brengen. Een vervolg op De Menselijke Beslisser uit 2009 en Hoe mensen keuzes maken uit 2010. Uit onderzoek blijkt dat er grenzen zijn aan hoeveel keuzes en verleidingen mensen aan kunnen. Als de keuzedruk oploopt, gaan mensen slechtere beslissingen nemen. Ja, en dat geldt met name voor mensen die in financiële problemen zitten en geldzorg hebben. Die zijn daar zo mee bezig dat ze nauwelijks meer de energie kunnen opbrengen om nog verstandige besluiten te nemen, waardoor ze alleen maar verder in de problemen komen. Met meer aandacht voor de psychologie van mensen kan de overheid gerichter beleid maken. Daarom zou gedragswetenschappelijke kennis naast economische of juridische kennis een belangrijke rol moeten spelen in het maken van overheidsbeleid. Een voorbeeld is beleid in verkeerssituaties. Daar kun je allerlei borden neerzetten en stoplichten. En soms lijkt dat niet goed te werken. Dan kan het een goed idee zijn om stoplichten weg te halen, minder regels te geven, waardoor je mensen prikkelt om beter zelf op te letten. Door gebruik te maken van gedragswetenschappelijke inzichten kunnen beleidsproblemen beter worden geanalyseerd. Zonder deze kennis bestaat de kans dat beleid minder goed werkt of zelfs geheel mislukt. Een voorbeeld is de levensloopregeling. Die was bedoeld om mensen te laten sparen voor bijvoorbeeld verlof. En veel mensen willen wel sparen, maar niet op de manier zoals de overheid voorstelde. Daarom maken ze vaak geen gebruik van die regeling. De overheid kan mensen stimuleren hun keuzevaardigheid en zelfcontrole te vergroten. Bijvoorbeeld door middel van informatie en educatie. Eén mogelijkheid is dat je mensen probeert te trainen in hun keuzevaardigheid en hun zelfcontrole. Maar je moet daar niet alle hel van verwachten, dat stuit ook op grenzen. En daarom kan het ook nuttig zijn om mensen die voor moeilijke keuzes staan een handje te helpen. Bijvoorbeeld door middel van een nudge. Dat zijn kleine interventies, kleine zetjes bedoeld om mensen te stimuleren om datgene te kiezen wat verstandig of wat goed is. Volgens de WRR is het een goed idee om keuzes zo aan te bieden aan mensen dat ze eerder die optie zullen kiezen die voor hen het best zal uitpakken. De WRR doet in dit rapport nog geen aanbevelingen over wat de overheid op dit gebied precies moet doen. Maar wil de discussie over het thema aanzwengelen en de mogelijkheden nader onderzoeken. We vinden dit een belangrijk onderwerp en het zou goed zijn als samenleving en politiek daar veel aandacht aan besteden. Het volledige rapport is te downloaden op de site www.wrr.nl.